kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remers. Jawel, je ziet, ik ben mijn jas aan het doen. Ik ga richting mijn schatje rijden. Ja. En dan gaan we straks eens kijken ook als haar buskaart ook werkt. En ik denk dat ze nu weer al aan het sturen is van... Waar ben je? Hé, hey, mannetjes. Ik ga richting krantenwinkel. Moment even... Oké, okay. Dat is goed. Even kijken. Ik ga jullie ook dan s'avonds ook nog de Airup fles laten zien dat ik die zeker gebruik. Voilà. Dus ik pak jullie mee. Even kijken als ik alles heb. Bijna toch. Heel eventjes nog iets halen. Continu meldingen. En mijn vlog is ook al geüpload. Dat is ook al gebeurd. Eens even kijken. Want ik moet nog één ding nog doen. Oei. Ja, die daar, die daar. Voilà. Opslaan. Kanaal. Eens even bekijken. Oké, geen beperkingen. Zo moet dat ook. En dan nog 48 uur. Nog 2 dagen. En dan is hem klaar. Mijn grote videoprojecta. Ik kan zeggen dat ik toch nog eens even naar de winkel ga. Toch nog 2 dingen nog ga kopen. Dat is een krat melk. Dus even kijken wat ik nog nodig heb. Cola. Ja. Cola en een krat melk. En de Choco Pops. Daar heb ik goesting in. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. 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 Ik moet terug. Ik moet terug. Ik ben nog iets vergeten. Ik heb nog iets vergeten. Want ja, ik ga de winkel binnen, hè. Mijn katjes. Oh yeah, come on, fight! Pas op! Oké! Dat ik hier nu toch in de file sta, kan ik eens lekker drinken van mijn erp. Ik heb deze keer aardbeiensmaak erop gezet. Yay! Heerlijk. Water met een heerlijke smaakje eraan. Wordt gewoon gefilterd door een lekkere geurtje van aardbei. Lekker, lekker, lekker. Erp. Zo, hier ben ik oké aangekomen. Ik ga maar shoppen. Dus ik heb melk nodig. Ik heb cola nodig. Dat was wel anders. Ja, van die paprika chips. Want ik heb dat gegeten. Op de kris. En dat was zo heerlijk. Voilà. De chips heb ik al. Nu de melk. Eens kijken. Nee, hier. Ja. Hier is de melk. Hier de kratjes. Wat ik nodig heb. Deze hier. Voilà. Zo enige ga ik meenemen. En dan nog 1 cola. En dan zit mijn shoppen er al op. Zo, we gaan hoogstwaarschijnlijk s'avonds nog wat Rummy Cup spelen. Maar eerst ga ik eten. En dan moet... ja, ik hoor het al. Ze wil Rummy Cup na het eten spelen, dus dat gaan we ook wel wat
Rumi Kapoen, dan ga ik daar een keer wat tartletje van maken. Dus... Oh ja, mijn stick. Kut, nee. Dan ga ik zelfs zeggen, straks naar mijn auto moeten. Voor mijn selfie-stick aan te halen. En dan kan ik die hier op monteren. En dan kan ik ook de Rumi Cup ook weer op filmen. Dus zo in een timeslapse mode. Dus ik ga nu eerst rustig aan eten. De sandwiches beginnen goed warm te worden. Dat is goed. Dus ik heb gezegd een goede kleine 10 minuutjes. Dat ik nodig heb, 10 minuutjes, kwartiertje. Moet je die op de verwarming leggen. En dan kun je eten. Oké. Dus ben ik even aan het wachten dat ik kan beginnen te eten. Maar ondertussen tijd, kan ik wel eigenlijk de tafel dekken. Dus ik ga choco eten. Ik heb daar goesting in. Met hespenworst. Rare combinatie. Dan ga ik ook de Rumi Cup even aan de kant schuiven, dat ik die niet vuil maak. Voilà. Haar eten ga ik nog even in de koelkast zetten. Hoe gaat jij... Ik dacht dat je s'avonds gaat warm eten, dus gelijk met mij. Ah, ja, maar jij had het livestream. Ja, dat is pas om 7 uur, hè. Je kunt ook zelfs sandwiches mee eten. Ja, maar ik heb niks voor daarop, hè. Choco. Als siroop. Ja, oké. Voilà. Dan pak ik ook nog eens de boter eruit. Ik pak dan ook nog eens de melk eruit. Voilà. Sessa. En dan ga ik ook nog zelfs even kijken ook... als alles al wat in orde is voor de livestream. Ik heb gisteren ook nog wat gelivestreamd. Een late night stream heb ik gedaan. Ah, dat heeft mijn schatje gezien op haar meldingen. Oké. Dus ik ga nu mijn harde schijven terug aanzetten. Voilà, ik zie hier ook op YouTube dat alles ook in orde is. Dan ga ik eens even kijken op Steam. Even geduld hebben dat mijn harde schijven zijn gestart. Ja, nu dus. Klik ik daarop. Moet u nog iets updaten? Eens even kijken. Steam, bijwerken, installatie, verifiëren. Oké. Dankjewel, is het om dat liedje in mijn hoofd te prenten van Thor. Toch door het donker, we zijn toch niet bang. Ah, alsjeblieft, schatie. Jong, zegt hem. Ja, dat is ook weer waar. Dus, oh my god, wat er moet geüpdate worden is... eens even kijken, ik ga dat even allemaal eens zeggen. Dat is Half-Life Opsings Forge, Counter-Strike 2, Asphalt 9, Legends, Microvolts Recharged, Counter-Strike Gond Zero Deleted Scenes, Vegas Infinity by PokerStars, Emergency, Poker World, Counter-Strike, Condes Zero, Counter-Strike en Half-Life en Eurotrick Simulator 2. Maar, straks in de livestream, we gaan ook vanaf dat ook de trailer van GTA 6 is gelanceerd, wil ik ook eens, ik heb het ook eens rondvraag gedaan en er was vraag naar, dus ga ik ook Grand Theft Auto 5 vanaf 0% terug beginnen tot
proberen aan de 100% te geraken van de gameplay. Voilà. Bij deze. Dan, dat staat ook dus nog op het programma. Ondertussen tijd ben ik weer al 5 minuten en een half ook aan het lullen. Dus dat betekent ook weer al 5 minuten en een half weer al verder voor mijn sandwiches. Ja. Ja, die livestream is van. Dus ja, ik heb dus. Wacht hè. Dat was. Vandaag is het donderdag. Woensdag. Woensdagavond heb ik dus een livestream gedaan. Woensdagavond, na 10 uur was het wel. Heb ik een livestream gedaan. Ja, dat klopt. Dus nu nog heel even geduld hebben. Tot mijn sandwiches zo wat ontdooid zijn. Ja. De livestream die je vandaag gaat doen. Ja. Dat is die van gisteren, want die vlog. Ja, dat klopt. Vandaag online, hè? Ja. Nee, dat is de vlog, ja, wat op vrijdag online komt. Ja, en deze vlog is gemaakt op donderdag wanneer jij je livestream doet. Ja, dat klopt. Voilà. Voor de duidelijkheid. Ja, want soms kunnen mensen want anders invatten of zo. Ja, oké. Okay. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga eerst wat eten. Of moeilijk begrijpen, dat is nog beter gezegd. Ja. Dus ik ga nog eerst eten. Ik ga nog geen livestream doen, want mijn schatje is hier. Dus, voilà. Nee, die livestream is altijd van 7 tot 10. Ja, maar ik heb gezegd, ik ga nu geen livestream nog niet doen. Ja, maar... Jij zegt dat weer nu op dit moment om mij te voor te geven, maar jij doet dat altijd van 7 tot 10. Ja, maar ik doe nu ook geen omwol van dat jij hier zit. En dat is ook geen fout omwol. Dat... Ik heb ook al gezegd in mijn vlog dat wij Rumi Cup gaan toch gaan spelen. Ja, maar het is toch ook dat jij geen merk hebt dat je normaal nu ook geen livestream gaat doen. Voilà, dat is ook weer waar. Dus normaal gezien zat ik nu op het wijkvloer, maar ik ben momenteel technisch wijkloos, dus... Ja, ik moet dan ook maar bezig houden, dus we gaan ook zelfs wat Rumi Cup spelen. Ik en mijn schatje. Yay! Als ik hem nou eens vind. Ja, die staat hier op de stoel. Kijk eens hoe blij dat ze is. Kijk eens hoe blij dat ze is. Oh, mannetjes. Ja, dus Rumi Cup gaan we dus... uiteindelijk zijn we spelen. Zo, na het ontbijt te eten, jawel, staat ook het Rumi Cup klaar. De houderke staat klaar, dus ik ga dat ook opnemen in een timeslap mode. Dus ik zal zeggen, pak er eens bij en geniet maar weer al van deze hele mooie timeslapje van Rumi Cup. But all
Zo, dit is dus de eindstand 8, 8, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 9, 10, 10, 13, 13, 13, 10, 11, 12, 13, 19, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, dan spiegelbeeld 6, 19, 11, 12, klopt gewoon allemaal. En mijn schat heeft weer al gewonnen. En nu wil ik eens voor jullie iets, ook eens iets heel leuks doen. Sing Your Song van Camille van, hoe noemt deze? Magie, hier is hem dan. Oh yeah, come on. Ik was verdwaald, zat in de doolhof zonder uitgang. De muren kwamen bij elkaar. Ik dacht dat ik er nooit meer uitkwam. Haha. Jij bracht een licht aan de horizon. Nu boven de wolken met sterrenstof. Wist niet dat het ik geloven kon. Maar jij en ik. Magisch. Wat ongelofelijk was, dat bestaat hier. Laat me voelen of ik naar de maan vlieg. Ongelofelijk hoe je me laat zien. Jij en ik zijn magie. Wow, 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 wow. Jij en ik zijn magie. Wow, 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 wow. Jij en ik. Winters weer doet. Een grijze dag werd een mirakel. Jij bracht naar van Adam toe. Liep me uit, liep ze tafel taken. Aha. Jij bracht het licht aan de horizon. Nu boven de wolken met sterrenstof. Wist niet of ik het geloven kon. Maar jij en ik. Magisch. Wat ongelofelijk was, dat bestaat hier.
Je laat voelen of ik naar de maan vlieg. Dan geloof ik hoe je me laat zien. En ik zeg magie. Wow, 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 wow. En ik zeg magie. Wow, wow, wow. En ik zeg magie. Geen troost aan de horizon. Nu boven de wolken met sterrenstof. Wist niet dat ik het geloven kon. Maar jij en ik, magisch. Wat ongelofelijk wat staat hier. Laat me voelen of ik naar de maan vlieg. Ongelofelijk hoe je laat zien. Come on, magie. Wat ongelofelijk was bestaat hier. Laat me voelen of ik naar de maan vlieg. Ongelofelijk hoe je me laat zien. Ken ik, zeg magie. Wow, 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 wow. En ik zeg magie. Wow, 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 wow. En ik zeg magie. Dankjewel. Ik hoop dat jullie daarvan genoten. Celine, damn you, uw tekst is zo geweldig. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En straks misschien nog meer. Maar nu even mijn stem laten sparen. Nadat ik ziek ben geworden. Ben ik ziek geworden? Is mijn schatje ziek geworden. Ja. Dus we gaan nu nog één spelletje Rummikub doen. Wow, en dan... Wacht, ik ga eerst uitleggen dat ik ben al even ziek. Maandag heb ik moeten overgeven. Dinsdag heb ik één keer moeten overgeven. En voor de rest van de week niet. Maar ik was al ziek en nu ben ik zwaar ziek. Dus sorry mensen, ik ga deze kant zitten. Die niet aan die kant, dan zien jullie. Die me zeggen, zijn ze niet bij. Maar ik zie ook op mijn vlogcamera dat ik nog maar 39% heb. Dus ik ga kijken hoe ik dat ga oplossen. Ook voor mijn GoPro. De GoPro continu voor voeding te geven. Allee, tot straks. Jojojo. En veel kijkplezier voor de timeslap. Stel ik eens even aan moeten klaarmaken om ergens naartoe te gaan. Ga ik ook mijn kousen aandoen. Ga ik ook mijn GoPro even insteken in de oplader. Dus er gaat al sowieso al iemand niet meer in de vlog al voorkomen. En ja. We zullen zien wat er nog vandaag nog uit de bus valt. Want ik voel het ook nu aan mijn neus ook al terugkomen, de verkoudheid. Sorry ervoor, het is weer al donderdag, het is weer al livestreamen.
Die moet weer al livestreamen, hè. Is weer al ziek, hè. Ja, ik ben ziek. Ik ben nog altijd ziek, maar ik ben wel al gaan werken deze week. Met een verkoudheid. Maar ik ga jullie nu laten. Dit was nu de eindstand van Rumicup. Ziet dit is allemaal. Voilà. Ik ga nu mijn GoPro in de oplader steken. Tot later. Zo. Onderweg naar mijn auto toe. Om dan naar de dokter te gaan. Ja, als er iemand ziek is. Die moet verzorgd worden. En daarvoor zorg ik nu voor mijn allerliefste schatje. Kijk eens hoe mooi dat mijn listjes zijn. Wauw. Ja, die heb ik juist aangezet. Mijn listjes. Van uw ja, kerstmis, ja. Van uw plafond. Ah, van plafond. Oh ja, sorry. Die moet ik nog uitzetten, ja. Lichten uit. Goed, 10 lampen uitdoen. Voilà, 10 lampen uit. Ik ga hier nu ook in mijn wagen mijn GoPro insteken. Dus elk moment waar ik kan oplaaien, doe ik nu momenteel even. Dat ik ook kan blijven filmen voor jullie. Tot later. Zo mensen, we zijn buiten bij de dokter. Ik ben nu aangekomen bij de apotheek en daar staat een hele mooie scherm die mij even een goed verlicht. Dus dat jullie mij ook goed zien en al. Dus, mijn schatje is even nu bij de apotheek binnen. Ze heeft geen COVID-19 test moeten doen, dus het is een ordinaire verkoudheid wat ze heeft. Dus ze moet rusten. Ze moet rusten, punt uit. En als ze nog onder de mensen blijft, ze gaat mensen blijven aansteken met haar verkoudheid. Dus dat is ook niet de bedoeling. Want zo ga ik er ook dan niet vanaf, hè mensen? Zo ga ik er dan ook niet vanaf. Mannetjes, het is hier echt druk. Amai, ja, deze kruispunt hier toch. Ja, zo sta ik hier nu al bijna een tiental minuutjes te wachten op haar dat ze terug naar buiten komt voor haar, dat ze haar medicatie is gaan halen bij de apotheek hier in Rungst. En wat zegt de dingen? Dat staat altijd zo iets heel leuks op uit, dus voor de temperatuur. Kijken, 16:54 en het is allee man, staat daar die graden niet op? Oh, daar staat die graden niet op. Nee, die graden staat er niet op. Oh, dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel jammer. En dan hier zo van boven. Hier van boven. Allemaal medicatie. Voor de mensen in leven te houden. Hè. Of ons terug gezonder te maken. Dus daar van boven heb je ook nog wat. Dus dat wordt toch eigenlijk door een robotje. Wordt het dus daar eigenlijk uit die kasten gehaald. Dus ginder bij de balie drukken ze een bepaalde code in. Dan gaat daar een robotje van start. En dan pakt die dan de medicatie daaruit. En dan, voilà. En dan komt dat daar bij de balie terug aan. En dan kunnen ze afrekenen. Maar ik moet wel één ding zeggen. Het houdt weer al in dat er weer minder mensen nodig zijn om, ja, de medicatie gaan te halen of die stok daar zo wat bij toe te vullen. Of van, dat wordt nu ook allemaal door de computers en allemaal bijgehouden. Zoveel pasjes zitten nog daar in die rek en al, heb ik gehoord. Dus ja, minder werk betekent ook minder handjes nodig. Dus hoe meer dat er door de robots worden overgenomen, hoe slechter dat eigenlijk is.
ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks nog terug. Want ik ga ook nog natuurlijk een livestream doen. Hopelijk kan ik het volhouden tot 10 uur. Please. Maar ik ben wel moe. Mensen, ik ga jullie laten, want ik ben hier ook echt aan het opletten dat ik hier nog zelfs ook uit kan. Maar het duurt wel ontzettend lang hoor. Echt waar, hoe kan dat nu? Waar blijf je toch, mijn schat? Zeg je hier de ganse apotheken aan het leegkopen? Want ik sta hier al bijna 10 minuten op jou te wachten. En ze komt nog niet altijd naar buiten toe. Dus dat betekent dat ze toch de ganse apotheek aan het leegkopen is, of niet? Want ik heb al andere mensen al zien naar buiten komen. Behalve haar. Allee mensen. Tot later. Zo, de zieke is thuisgebracht. Ik ben nu onderweg terug naar mijn woning aan het rijden voor zelfs toch de livestream te kunnen doen. Binnen een uur en een half. Ja, ja. Even ook van rijstrook veranderen, want ik ben links aan het rijden waar die hoort. En langs mij was er plaats om te rijden. Ja, ja. Zo zit de dag er weer op mijn kant erop. Nu nog een livestreamje. Daarna de livestream ga ik naar familie kijken. En dan slapen. Ja, ja. Zo zit mijn dag er nog in elkaar. Dus maar nu nog eerst is mijn spaghetti nog opeten. En dan... livestream! GTA 5, 9 van de 10 kansen. Want ik begin vanaf level 0 of procent 0. Voilà, dan weten jullie dat. Goed, ik zie jullie allemaal op de livestream. En ik ga hier al bij de vlog ook al afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op een bouwje te drukken, dan blijf je hier op de hoogte. Wanneer dat er een livestream is, een post of iets anders. Voilà. En nu ga ik eens even kijken als ik nog van Reva kan veranderen. Ja. Voilà. Dus druk, 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 druk. En heb ik nog groen? Heb ik nog groen? Of... ik heb nog groen. Voilà. Groen, groen, groen. Groener kan ik het niet krijgen. Dames en heren, ze, jawel. Voilà, dan kan ik lekker doorrijden. Voilà, ze, hier ook de Jardinstraat. En lekker doorrijden. Voilà, ze. Hupsa, drie. Wat gas geven. Naar 70 per uur. Voilà, ze. Hupsa, drie. Nu richting weer naar de volgende rode lichten, rijden die van de Chardijstraat. Daar staat gewoon nog soms lang te wachten hoor. En ik zie dat ze daar ook al aan het stoppen zijn. Dus dat wordt weer al aangeschreven. Ik zie jullie allemaal morgen terug, hè. Ja, 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 ja. Nu nog eens met een livestream. Oh, het is groen. Het is groen. Ik kan in één keer doorrijden. Amai. Dat gebeurt bij mij hier niet vaak. Echt niet. Daar moet ik van profiteren. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Hè. Yo, yo, yo. Zo, na 3 uren of zelfs meer heb je livestreamd. Gooi ik de handdoek in de ring en stop ik met vloggen. Met vloggen, zei hij, met livestreamen.
Ik heb er genoeg van gehad. Ik ben moe. Ik ga nu nog rusten. We houden dat in met dat rusten. Dus nu de vlog nog in elkaar anders steken. Daarna... mijn familie. En dan is de tijd weer om gaan te slapen. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buiten terug. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Ah ja, nog dit ook nog. Ik moet ook nog... Ik ben nu wel zijn naam even kwijtgeraakt. Dus ik liep ook even Smolen SKTV of zoiets. Dankjewel voor die fantastische headset. Ik heb hem al gebruikt tijdens de livestream. Je hebt het misschien wel gezien. 10.000 keer bedankt, bedankt, bedankt. Ik kan u daar niet genoeg voor bedanken. Ik heb dus echt afscheid genomen van mijn oude headset, dames en heren. Van mijn oude headset heb ik afscheid genomen. En ben ik overgestapt nu naar de JBL headset. Dankjewel ervoor. Dit heb ik dus cadeau gekregen. Cadeau, dan weten jullie dat. Allee, ik zie jullie allemaal later terug. Yo, yo, yo.